Nou, zo dadelijk is de prijsuitreiking van de kunstestafette. Die is georganiseerd door Kalibe Kunstenschool. En er zijn 3 weken lang of 4 weken lang zijn er 25 kunstmappen. Die hebben gezworven door de stad. En met die kunstmappen hebben we geprobeerd de Almeloers uit te dagen om op een A4'tje een kunstwerk te maken met als opdracht of als titel ook dit is Almelo. En het resultaat is heel divers. We hebben tekeningen gekregen, collages, schilderijen. Nou, ze mogen hier in het stadhuis mogen ze tot 20 mei mogen we ze laten zien aan de andere bewoners. En van een aantal gaan wij ook ansichtkaarten maken, zodat die als promotie voor de stad verstuurd kunnen worden naar mensen over de hele wereld, in heel Nederland. Kijk, hoe oud ben je, Kelly? 10. Ja, hoe knap is dat, zeg. Nou, wij vonden het in ieder geval heel bijzonder. En jij krijgt je eigen kunstwerk aangeboden, maar dan in een lijst, zodat je hem mooi kan ophangen. Nou, hier is die. Hij wordt mij aangereikt. Kijk eens. Wow. Jouw eigen werk weer in lijst. En daar komt nog wat bij, want als tweede word je tweede word je niet zomaar. Je krijgt ook een korte cursus aangeboden bij Kaliwe. Ja, en die mag je gaan afkeuzen. Ja, leuk. Wil je nog een applaus? Nou, wat verstandig. Maar in ieder geval wekt het bij jou plezierige gedachten over een stukje sfeer, gezelligheid. Ja. Oké. Okay. Ik ga deze maar met heel veel plezier aan jou overhandigen. Doe er mee wat je wilt. Ik geef ook geen hints, maar je vindt er vast een leuke bestemming voor. Bedankt. Fijn dat je hebt meegedaan en van harte gefeliciteerd. Jij hebt meegedaan met een wedstrijd en daar heb jij ook een prijs in gewonnen. Hoeveelste prijs heb jij gewonnen? Ik heb de 3e prijs gewonnen. En hoe heet jouw mooie kunstwerk? Het Hertenkamp. En hoe ben je op dat idee gekomen? Omdat ik daar een keer langs fietste. En toen dacht je, daar wil ik wat over maken? Ja. Dit is Willem van La. Ook wel Koperen Kool genoemd, of Pillen van La, staat hij ook wel eens bekend. Dat was eigenlijk een muzikant in Almelo, met een grote trommel op zijn rug en een accordeon in zijn hand. En daar liep hij eigenlijk mee door de straat, ja, van vroeger uit. En hoe jij hem gemaakt hebt, hè? Het lijkt op houtskool, is dat ook zo? Nee, het is pastelkrijt. Ja, en de achtergrond is gewoon papier, zeg maar, en dan met pastelkrijt een beetje opgelicht en... Ja. Nou, eigenlijk toen ik de mogelijkheid kreeg, dacht ik van ja, wat doet Almelo, wat betekent Almelo voor mij? En toen schoot direct het bankje te binnen. En toen dacht ik van misschien hebben meer mensen, want hij staat nu niet meer in de binnenstad, misschien hebben meer mensen leuke herinneringen daaraan. Dus toen begon ik te schetsen en toen kwam er iets uit. En ja, dat heeft mij veel gebracht. Ja. Ik heb het eerst geschetst en toen met fineliners en wat penselen en wat stiften en gecombineerd. En dat is dit eruit gekomen.